Welkom bij De Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit de filosofische school in Leiden. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag ga ik in gesprek met Kees de Kort. Welkom Kees. Dag Ad. Een kleine 2 weken geleden zaten wij ook tegenover elkaar. Er is veel gebeurd sinds die tijd. Ongelooflijk Ad, echt. Er zijn dingen gebeurd waarvan ik niet had kunnen dromen dat het ooit zou gaan gebeuren. Het is echt onvoorstelbaar. Vertel. Nou, wij hadden de 13e, 13 november bij elkaar gezeten. En toen was China, dat was voor ons... 13 maart. Ja. 13 maart. China was voor ons een thema. Italië was in lockdown gegaan vanwege de coronacrisis. Wij hebben het over Italië gehad en over de ECB en over de euro. En eigenlijk niet over Nederland. Maar op het moment dat wij over dit gesprek hadden, zaten ze waarschijnlijk in Den Haag, waar ze aan het nadenken over de verspreiding van het coronavirus in Nederland. En toen waren de epidemiologen plus de wiskundigen, die waren een model aan het bouwen. En het begon eruit te zien dat de ziekte zo snel om zich heen greep, dat er mogelijkerwijs een probleem zou komen dat niet iedereen een plaats kon krijgen op de IC, intensive care. Ja, dat is ook de beelden die we natuurlijk ook binnenkregen vanuit Italië. Dat is in de Nederlandse context, dat iemand zo ziek is en niet geholpen kan worden. Dat is ook een ondenkbaar verhaal. Dus toen kwam zondagavond, de 15e maart, kwam dat verhaal van nou, als wij de verspreiding van het virus willen vertragen, om ervoor te zorgen dat er minder mensen richting de IC komen, dan kan de IC de toestroom nog aan. En dat is wat wij als Nederland willen. Dus het vertragen van de verspreiding betekent dat we elkaar minder moeten ontmoeten. Dat we elkaar niet zoveel moeten tegenkomen. Ja. Daar komt het beleid vandaan. Alles wat horeca is en amusement, dat gooien we dicht. En we vragen de Nederlanders, maar hou een beetje afstand van elkaar. Blijf vooral binnen. Dat was die zondagavond. Dat was die zondagavond. Ja. En nu, we zijn al twee... Het lijkt al een eeuwigheid. Ja, het is 2,5 maand geleden. Ja, de consequenties, die zijn onoverzienbaar groot en negatief. We hebben natuurlijk vooral de economische consequenties. ZZP'ers die geen werk meer hebben. Werkloosheid explodeert. Faillissementen die hard stijgen. Schuldencrisis naartoe. Maar ook de zorg zelf. Er wordt nou zoveel aandacht besteed aan de corona, dat de gewone zorg, periodieke bezoeken, operaties, wordt allemaal uitgesteld. Dat is natuurlijk van een heleboel Nederlanders een heel, heel vervelend punt. En een vriendin van mij, die zit heel erg goed in de jeugdzorg. Die zegt van ja Kees, je kunt wel aan mensen en gezinnen vragen om binnen te blijven. En als jij een harmonieus gezin hebt, dan vinden ze dat leuk ook. Maar dat heel veel gezinnen zijn niet harmonieus, heel veel opwinding. Dus dat gaat leiden tot een ontzaglijke explosie van ellende in gezinsland. Nu al, na 2,5 week. Dus dat is het offer wat de regering heeft gevraagd aan de Nederlandse bevolking. Willen jullie dat doen? Ja, het is ook fascinerend. Er wordt ook gesproken over in termen van oorlog. De strijd die gevoerd wordt. We zitten ook in een soort noodtoestand die je wel met een oorlogssituatie kunt vergelijken. Maar waarom doen we dat? Laten we zo zeggen. Het begint eruit te zien dat de IC's het dan net wel redden. Dus iedereen die dat nodig heeft, kan IC-steun krijgen. Maar Ad, er is gisteren een kameroverleg geweest over de coronacrisis. En toen zijn ook data bekend geworden over de intensive care en de bezoekers. Mm-hmm. Wist jij dat 80% van alle mensen die op de IC komt, daar overlijdt? 80%? 80% van de mensen die wij met veel pijn en moeite op de IC krijgen, gaan dood op de IC. En 20% overleeft, maar daarvan gaat de gezondheid niet vooruit. Dus het offer wat in Nederland gevraagd wordt in termen van economie, sociale zorg en gezinssituaties, dat staat toch niet in verhouding tot het feit dat we de mogelijkheid bieden aan iedereen die dat nodig heeft om op die IC te komen, om daar in grote getalen te sterven. Dat verband is toch helemaal weg. Ja, maar als we inderdaad even getalsmatig nu helder proberen te krijgen. We hebben eerst gezien hoe men een poging heeft gedaan om het aantal IC-bedden op te schalen. Dat is redelijk gelukt. Hè? Dat is ook een enorme prestatie van de ziekenhuizen. Ja, absoluut. Men heeft gezorgd dat er extra personeel kwam. Defensie heeft daar mensen voor ter beschikking gesteld. We zitten nu, als het goed is, geloof ik dit week einde op 2500 bedden. Helemaal goed. En misschien kunnen we nog wel naar 3000 of misschien nog wel naar 3500. Maar je kunt de rekensom maken. Mensen liggen er gemiddeld 23 dagen, geloof ik. Dus dat betekent dat we pak een beet dagelijks ongeveer dikke 100 mensen op de IC kunnen ontvangen. Als ze daar volle 23 dagen zouden liggen. Nou, maar
Dat is helemaal, dat is de doelstelling van het beleid. En als je gewoon kijkt naar de Nederlandse bevolking, dan hebben we meegewerkt, want het is overal doodstil. Hè? De bedrijven die moeten sluiten, ja, die staan in gevaar problemen. Maar ook bedrijven die niet moeten sluiten, die gaan ook maar dicht. Want er komt gewoon niemand meer. Hè? Dus als bevolking doen wat ons gevraagd is. Maar waar doen we het voor? Hè? De sector, hè, de zorgsector, doet zijn stinkende best. Maar het resultaat had 80% van alle mensen die op die zee terechtkomen, gaan gewoon dood op die zee. Mm-hmm. Ja. Dus al die maatregelen, die bewegingsbeperkingen en die lockdowns, dat is erop gericht om de verspreiding van het virus te vertragen. En de prijs daarvoor is een economische crisis, een zorgprobleem in de gewone zorg en in het maatschappelijk verkeer gaat het ook allemaal niet zo lekker. Mijn punt is alleen maar, we betalen een krankzinnige prijs. Nou, dat is allemaal tot daar toe. Maar wat lossen we op? Ja. Voor waar betalen we die prijs voor? Die balans tussen opbrengst in termen van verleende zorg en kostenprijs in termen van wat we net over hebben, die is toch helemaal volledig en totaal scheef. En er komt nog bij, als je erover nadenkt, als je op die zee sterft, dan sterf je alleen, hè? Dan ga je onprettig dood. Hè? Dus het verhaal van familie en afscheid nemen. Wat er ook nog bij komt. Degene die doodgaan, dat is internationaal volkomen duidelijk. En ook in Nederland, dat zijn 65-plussers, 70-plussers... die al behoorlijke problemen hadden voordat ze ziek werden. Ja, dus ik geloof dat van de inmiddels 1000 slachtoffers, iets van 34 geloof ik, geen onderliggend lijden hadden. Dus jongeren zijn er 65. Ja, maar dus je ziet inderdaad een enorme oververtegenwoordiging van mensen die al een aandoening hebben. En tegelijkertijd, ik heb ook wel mensen in de omgeving waarvan je denkt van, nou, die zijn redelijk jong, die zijn kwetsbaar. Dus ik begrijp wel, hè, omdat ze bijvoorbeeld astmatische patiënt zijn of anderszins met klachten kampen. Maar jij zegt eigenlijk van, op dit moment zien we dus dat eigenlijk de economie in een lockdown komt. Die is hij al. Misschien minder extreem, maar in de praktijk toch bijna vergelijkbaar met wat in Italië en in Spanje gebeurt. Zeker. En de vraag is waar dat nou uiteindelijk. Nou ja, kijk, het beleid is nog steeds. IC heeft prioriteit 1000. Ja. En er zijn 30% van de mensen die op die IC terechtkomen zijn jonger dan 60. Maar 5% van de mensen die overlijden is jonger dan 60. Kortom, als je ook nadenkt over het virus internationaal, het is buitengewoon besmettelijk en heel weinig dodelijk. Als je de cijfers van nu, de totale opgetelde coronadoden, vergelijkt met die van een gewone griepgolf, we hebben nog wel wat te gaan, dan durf ik de stelling wel aan dat we het aantal doden mondiaal over een tijd niet veel hoger, tot zelfs laag gaat zijn dan die van een gewone mondiale griepgolf. Dat is allemaal tot daar en toe. Maar bij een gewone griepgolf, daar kijken we naar van, dat is vervelend voor die mensen die doodgaan. En nu zijn we niet alleen de Nederlandse economie aan het opblazen met alle consumenten, maar ook andere landen doen precies hetzelfde. Ja. Dus we blazen de wereldeconomie op voor een aantal doden, waarvan je zegt van, ja, dat is een gewone griepgolf. Ik kan het gewoon niet begrijpen, want het economie opblazen heeft consequenties. Nou, ik ben geen viroloog, hè, dus ik kan niet helemaal beoordelen wat er aan de hand is. De cijfers zoals ik ze nu uit de krant krijg, is wel dat hoofdzakelijk, dus 65-plussers die onderliggend lijden hebben, dat die komen te overlijden. Willen we de toevoer van die patiënten, willen we die binnen de IC kunnen afwerken, dat we deze maatregel nodig hebben. Betekent ook dat het virus zich veel minder lang of snel gaat verspreiden. Betekent ook, als we even met elkaar meedenken, voelt hem denk ik al aankomen. Dat we dus nog wel vrij lang met deze maatregelen zullen zitten. Als we dit tempo willen aanhouden, dat zegt het RIVM ook, hè, dat we daar rekening mee moeten houden. Maar als we dat even in perspectief gaan trekken, Kees. Ik had een gesprek ook met Marlies Dekkers en Hans Biesheuvel van de MKB. Nou, die zeggen eigenlijk weten we niet goed meer waar we nu ons op moeten oriënteren. Waar het gaat om de situatie waar we in zitten. Gaat het over 2 weken? Gaat het eind april? Komen we dan in een andere situatie? Wordt dat half mei, maar ik hoor ook al
stemmen. Die spreken over eind juli. Wat, en eind juli wordt wel even een ander verhaal natuurlijk. Want dan had, hebben we het over... Had iedere dag dat dit langer duurt... iedere dag dat we alleen maar denken aan toestroom naar de IC... waar 80% van de patiënten doodgaat... blazen we de economie. We torpederen. We zijn keihard bezig onze eigen economie te bombarderen en te torpederen. Van dag in, dag uit. Dat heeft nu al... Dat is nu al... serieuze schade. En we zijn 2,5 week bezig. We gaan nog een weekje 4 door. Hè? Dat is het plan tot nu toe. En dan gaan we verder kijken. Over 4 weken had met een bedrijf... en gewoon 6-7 weken geen inkomsten... dan wordt het moeilijk hoor. Dan wordt het voor heel veel ondernemers toch bijten. Dus de faillissementen, werkeloosheid... maatschappelijke onrust. Weet je wel, dat gaat allemaal gebeuren. Dat gaat de komende 4 weken al gebeuren. Dus als jij praat over scenario... over eind mei, eind juni... dan had... Ik ben niet de boer om vooruit te kijken, maar dat doe ik gewoon liever niet. Want dat is voor de economie en voor gezinssituaties en voor de gewone zorg echt serieus, serieus desastreus. Heb jij enig zicht op wat er momenteel in China gebeurt? Hè? Dus er wordt nu gesproken, nou, in China zien we dat men de draad weer oppakt. Dat daar inmiddels weer de fabrieken worden opgestart. En dat hebben ze dan pak een beet een maand of 3 voor nodig gehad. Is dat een reëel beeld? Nee, dat denk ik niet. Nee. Kijk, de Chinezen, je hebt als het ware de maakkant van de economie en de dienstenkant. Ja. En wat wordt nou mis, wat wordt nou echt gewoon keer op keer getroffen? Dat is de dienstenkant. Want een bewegingsbeperking, kijk, economie draait op de deur uitgaan en geld uitgeven. Hè? En dat gaat circuleert rond. Dus de dienstenkant, die wordt echt, en daar zitten ook de meeste kwetsbare mensen, die wordt echt keihard getroffen. De maakkant, dat valt nog wel mee. Het is de dienstenkant waar de serieuze pijn wordt. Ja, maar dit is dus interessant gegeven. Je hebt daar ook volgens mij cijfers over. Hè? Dus je zegt van, ja, kijk, als we kijken naar China, we zien China recupereren. Dat klopt. Nou, tot op zekere hoogte ook misschien. Niet eens, want ze zijn er wel heel klein beetje de zaak aan het opstarten. Maar hun dienstensector is. Ja, die hebben ze ook aan gort geholpen natuurlijk in een paar maanden. Want daar geldt voor in kleine zaakjes en diensten. Ja, die hebben niet heel veel reserves. China is ook een arm land. Kijk, wij hebben nog sociale zekerheid. Hè? Die plan van de regering om iedereen dan in ieder geval maar wat geld te geven. Dat kan in een heleboel landen niet. Nee. Dus die zitten gewoon gelijk op hun knieën. Maar goed, die proberen wat overeind te komen. Maar een economie die bestaat uit ketens. Ja, dus als alle schakels in de ketens ongeveer gelijk op gang komen, komt het wel goed. Maar als er in die keten schakels kapot zijn gegaan, faillissementen, ja, dan duurt het ook weer langer voordat het proces hersteld is. Ja, dat is een domino effect. Hè? Precies, hè? Ja. Dus dat is in China aan het gebeuren. Maar de maakkant van China, waar schakels langzaamaan een beetje vervangen worden en hersteld, maar hun export is heel belangrijk, naar ons en Amerika. Maar wij zijn onszelf ook om zeep aan het helpen. Dus hun exportmodel, dat is niet meer, want wij kopen niks. En Amerika koopt op, nou niks wil ik niet zeggen, maar gewoon veel minder dan we dachten. Dus hun herstelverhaal, wat al heel moeizaam is, omdat hun binnenlandse ketens zwaar verstoord zijn, wordt nog eens extra onder druk gezet, doordat hun afzet in het buitenland, die heel belangrijk voor ze is, er ook een stuk heel anders uitziet. Dus die problemen in China, die worden wel ietsje minder klein, maar... Weet je wel, die vergelijking ook wel verhelderend is. Omdat wij natuurlijk bij uitstek een diensteconomie hebben. Dus productie is bij ons natuurlijk minimaal. Een heel groot deel bij ons draait precies om die diensten. Ja. En die diensten bestaan voor een heel aanzienlijk deel uit intermenselijk contact. En daarvan heb ik de regering gevraagd. Doe dat niet. En dat doen wij ook niet. Want we willen die verspreiding van het corona vertragen, zodat als er mensen ernstig ziek worden, dat ze toegang krijgen tot de IC. Dat is de kernvariabele. Als wij gaan zeggen, we accepteren gewoon met die sterftepercentage die gedachte, dat misschien aan mensen gaan vragen, wil je wel naar de IC toe? Hè? We gaan niet bij. Die stemmen hoor je nu al. Hè? Die stemmen hoor je nu wel. Maar mijn punt is, de maatregelen die genomen zijn draconisch. De consequenties zijn draconisch. Maar het probleem is eigenlijk, de sterftecijfers vallen nog mee ook. Kijk, dat is allemaal niet leuk voor de mensen die doodgaan natuurlijk. Maar het ligt in de lijn met een gewone griepgolf. Dus het probleem is beperkt. De maatregelen zijn draconisch en de gevolgen zijn nog veel erger. Daar heb ik zeer grote moeite mee. Ja. En er is nog iets, wanneer ben je een coronadode? Ja. Want als je naar de internationale vergelijking kijkt, zijn in Duitsland heel weinig coronadoden.
veel minder dan in Nederland. Duitsland is echt veel groter dan Nederland, veel minder coronadoden. Ja, en hoe komt dat? Nou, dat hè? Die Duitsers zeggen, als je doodgaat en daar wordt bij jou corona gevonden in jouw lijf, wil niet zeggen dat je door corona bent doodgegaan. Dus die Duitsers zeggen, alleen als wij, hè, dus de registratie van doden is, het gaat er nou over, hè? Dus alleen als wij zeker denken te weten dat corona de schuld van jouw dood is, ben je een coronadode. Maar in Italië is iedereen die één druppel, die één bacterie corona in zijn lijf heeft gehad, is een coronadode. Dus in Italië hebben we ontzaglijk veel slachtoffers die coronadoden genoemd worden, maar waarvan de Duitsers zeggen, dat zouden wij nooit geen coronadoden genoemd hebben. Dat zijn gewoon mensen met een probleem. Hè? Ja. Die zijn gewoon doodgegaan. Ja, je kunt misschien vergelijken met mensen die op een gegeven moment aids ontwikkelden. En mensen die aids ontwikkelden, die op een goed moment kregen ze de griep. Ja. En dan kregen ze een longontsteking en dan overleden ze aan een longontsteking. Maar dan zeiden we, ze overleden aan aids. Dat is precies de andere andersom. Ja. Dus je zegt dan niet van hij is aan de griep gestorven. Nee, je zegt nee, hij is aan aids overleden. Maar dit is wel vrij cruciaal. Want als je gewoon het Duitse model volgt, ja, waar is iemand aan overleden? Dan is het aantal coronadoden nog veel minder dan nu al. Dus als dat zo is, als we dat doen, ook in Nederland, zijn we vrij gemakkelijk met iemand een coronadode te noemen. Waarna er onrust ontstaat op allerlei plaatsen dat er zoveel doden zijn. Als dat dan niet eens zo is, als dat gewoon is longontsteking, hartklachten en zwaar overgewicht, dan wordt het allemaal nog erger dat we de economie opblazen voor een aantal doden die nog veel minder blijken te zijn dan we denken. Ja, tegelijkertijd kun je natuurlijk wel zeggen van, nou ja, je moet wel iets doen voor die mensen die dus kwetsbaar zijn. Hè? Dat ja, lijkt me helder. De vraag is alleen, de vraag is alleen, inderdaad, wegen datgene wat wij op, dat wat wij doen, weegt dat op tegen de ongelooflijke schade, maar die nee, op kort, maar weet je wel, maatschappelijk maar, ons nu maar, gaat treffen. Maar het is dus niet zo dat als iemand niet op die zee komt, dat we hem dan op straat leggen. Alleen hij krijgt niet de IC-zorg, die natuurlijk ongevenaard goed is in Nederland, maar die helaas voor 80% onvoldoende is. Mm-hmm. Als je die mensen in het ziekenhuis laat, ja, dan gaan ze waarschijnlijk ook dood. Maar dan kunnen ze in ieder geval in al rust met familie en vrienden, als het ware naar, hè, palliatief heet dat geloof ik, begeleid worden een tijdje lang. Dat kan in de IC niet, hè. Daar komt gewoon niemand bij. Dus laten we zeggen, het doodgaan in de IC, en dat zijn er nogal veel, is ook nog bijzonder onprettig. Maar in wezen zeg jij, en laten we het dadelijk nog even over die economische ontwikkelingen hebben. In wezen zeg jij nu, we moeten Nederland met elkaar het gesprek aangaan over wat hier nou eigenlijk gebeurt. Ja. Wat hier gebeurt. Wat voor soort mensen komen te overlijden. Hè? Dus ja. Het gebruik is van de IC op dit moment. En of de maatregelen die we nu wel nemen, dus of die opwegen tegen de schade die we berokkend worden. Dat is niet alleen in Nederland. Want in al die landen speelt precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Hè? Ja. Want wat ik zweven al zei, want het zou best kunnen dat wanneer wij zeggen van, nou ja, we willen dus in de huidige trend doorgaan, dat we nog maandenlang in deze situatie zitten. Wat zou dat allemaal in beweging gaan zetten? Kun je eens een opsomming geven? Van als wij wat we nu in, want die twee weken, dat trekken we wel. Misschien nog een maandje erbij. Nou ja, kijk, misschien ook nog wel, Kees. Nou, kijk, ik ben geloof ik al een week of twee geleden begonnen met te razen en te tieren over het opblazen van je eigen economie. Nou, eerst heb ik me uitgelachen, hè? Altijd hij, altijd weer. Maar nu, heel langzaam maar zeker, al een weekje of anderhalf, zie je gewoon toch meer mensen die nadenken over de vraag, is datgene wat we inleveren, wat we opofferen, is dat staat in relatie tot wat we krijgen als samenleving. Hè? Als samenleving krijgen we dat in ieder geval iedereen de kans bieden om op die zee dood te gaan. Dat krijgen we als samenleving. En de prijs die we voor betalen is hoog en neemt per dag nog een paar nullen toe. Daar begint discussie over te ontstaan. Nou ja, dus wat mensen met hard werken hebben opgebouwd. Zaakjes waar ze natuurlijk allerlei mensen ook blij mee maken. Waar ze families van onderhouden. Waar ze werknemers van onderhouden. Dat wordt nu in de waagschaal gesteld. Nee, dat is er al heel veel niet meer. Ja, Als je na twee weken failliet gaat, heb je een slechte zaak gehad. Maar het gaat wel hard. Hè? Als je 2,5 maand moet doen. Het kabinet komt natuurlijk wel op allerlei manieren tegemoet. Dat is ergens de pijn eruit te halen.
En nogmaals, dat is, nou heb ik puur over het economisch verhaal. Het is niet voor niks, hè, dat, wat ik net al zei, die vriendin van mij, die goed ingevoerd in de jeugdzorg is, die zegt, maak je borst maar nat. Ja, dat is sociaal heeft dit ook ongelooflijke consequenties. En voor de gewone zorg, hè, die mensen die nu met de coronapatiënten bezig zijn, ja, die kunnen niet alles tegelijk. Hè. Dus alles wat een beetje gewoon is en wat uitgesteld kan worden, wordt uitgesteld. Dus die componenten spelen ook nog mee, hè. Het is niet alleen het economisch verhaal, maar hè, wat denk je dat financiële stress doet met je gezondheid? Dat is op dit moment. Kijk, de ZZP'ers, die krijgen misschien wel bijstand of zo, of een minimumuitkering. Kan allemaal geen kwaad. Maar hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Hè? Nou ja, kijk, ik denk dat het reële perspectief wat de overheid nu doet, hè, dus ook met Koolmees, wat op zichzelf denk ik, maar je gelukkig prijzen dat je dan in Nederland woont, hè, dus absoluut. Hè. Maar je zaak gaat er niet van lopen. Hè? Dit is een statement van het jaar. Dus je kunt je huur betalen, je kunt boodschappen halen. En je kunt misschien je personeel enige tijd in dienst houden, maar je zaak gaat er niet van lopen. De bedrijvigheid komt niet op gang. Nee, maar ook hier krijg je weer, kijk, omdat je in die keten zit, Jij hebt een bedrijf, jij kan je leverancier, je hebt misschien nog een uitstaande schuld staan bij je leveranciers. Ja, die ga je niet betalen. Dus je leverancier komt, omdat jij een probleem komt, komt je leverancier. Een probleem. En je moet misschien leveren aan iemand anders. Ja. Ja, dat maakt, het zijn geen stand-alone. Hè. We zitten in ketens en die ketens, de schakels die eruit vallen, maken het voor iedereen in de keten moeilijker. Dus hoe meer schakeltjes eruit vallen vanwege grote problemen en faillissementen, hoe groter de economische schade wordt. Niet alleen, de verdwijnt niet alleen wat jij doet, maar de verdwijnen om jou heen ook dingen. En daar hebben ze, kijk, ik snap echt wel dat met de beste bedoelingen zegt, jongens, we willen dat virus de verkleining vertragen. Maar ik denk niet dat er heel erg veel nagedacht is over de consequenties, hoor. En dat, als normaal, wat jij net zegt, als we er morgen mee stoppen, dan gaat de schade groot zijn, maar het overzien. Maar nog een maand verder, dat gaan we ook wel overleven, want we zijn natuurlijk een rijk land. Maar weet je wel, nog twee, dan komt de zomer eraan. Hè? Dus tel maar eens op, jongen, als je ZZP'er bent in toerisme. Ja, jouw jaar is voorbij. En wij zijn nog Nederland. Hè? En Nederland is ook geen eiland. Nederland is onderdeel van de EU. Waar Spanje en Italië zitten. Maar dan begint dus alles om te vallen. Dan krijg je een situatie waarin mensen inderdaad hun hypotheken niet meer kunnen betalen voor langere termijn. Vastgoed in de crisis komt, de huizen in de crisis komen. We hebben het over die schulden gehad. Kijk, ja, want we hebben een economie. Misschien als Koolmees wel wat salaris wil betalen, dat is fijn. Voor die mensen heel fijn. Maar de huur, ik kan wel zeggen, ik heb ook een voorstel gehoord. Ja, dan moet de horeca, stelt ervoor dat de huisbaas geen huur vraagt. Ja, leuk natuurlijk. Maar jij wentelt het probleem af voor iemand anders. En misschien heeft die man wel een hypotheek op dat horecapand. Ja, er zijn heel veel hypotheken. Dus als die cashflow niet gaat lopen, komen gewoon ergens in de keten komen mensen in problemen. En als het nou een paar mensen zijn, dan weet je al, dan is dat allemaal wel te overzien. Maar als dat gewoon, we hebben heel de contacteconomie hebben we gewoon, die is er niet meer, die is er even niet. En omdat mensen niet meer naar buiten komen, is een andere helft van de economie is ook niet. Die mensen hebben schulden en hypotheken. Dus die banken zitten gewoon te kijken van, hoe gaan we dat doen dan? Ja, dus die banken worden zwakker. En als het maar kort duurt, een paar weken, dan gaat het allemaal wel. Maar als het gewoon lang gaat duren, dan worden de problemen echt, ik wil niet zeggen exponentieel groot. Ja, maar dan kan het erdoor. Want dan kan het erdoor, krijgt dus die schuldenproblematiek rond vastgoed. Dat zie je natuurlijk nu al bij winkelbedrijven. Tuurlijk. Dus eigenlijk moet vastgoed afgewaardeerd worden. Dan vervolgens zien we bij natuurlijk allerlei werknemers die op straat komen te staan, dat ze problemen krijgen. Ja. Nederland heeft de meeste, een van de landen met de hoogste hypotheekschuld. We hebben geloof ik 700 miljard. Ja. De schuldenproblematiek die hijgt ook in ons nek. Ja, maar dat is het punt. Kijk, je hebt van die processen, als het goed gaat, versterken processen elkaar. Hè? Dit alles werkt. Maar dat is een spiraal die ook omlaag werkt. Als het dan mis begint te gaan, gaan alle andere dingen ook mis, omdat die eraan gekoppeld zijn. En we zijn gewoon spiralen beneden. Die is op de turbo gezet, hoor, met dit beleid. Want het is nog steeds dit beleid. Hè? Het beleid om bewegingsbeperking te vragen aan de bevolking, om ervoor te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft, op die zee terecht kan komen. Met de bekende sterftekans. Ja. Ja. Nou, het is natuurlijk fascinerend, want je zou kunnen zeggen, als we mondiaal kijken, dan lijkt ieder land bijna wel op deze manier te reageren. Er zijn misschien een paar uitzonderingen. Ja. Japan, Zweden. Japan, Zweden, ja. Hoewel er in Zweden ook al stemmen opgehaald. Ja, maar dat is het hele punt. Hè. Ik beschouw het heel erg als groupthink van de beleidsmakers.
Weet je, als één of twee landen doen, ja, moeten wij het dan heel anders doen. Dat is natuurlijk een beetje het verhaal. Hè? Dus we gaan allemaal een beetje mee in hetzelfde verhaal. Nou ja, en dat is ook politieke druk. Want het wordt vervolgens natuurlijk uitgezonden op televisie. Je, nou ja, krijgt, kijk, je krijgt iedere keer de cijfers. Kijk, wat het punt is. Ik snap de medici. Die behartigen de belangen van kwetsbaren. Ja. I'm totally for it. Eet van Hippocrates. Maar helemaal, dus. I'm helemaal voor. Nou, de media, die staan ook in de standje. Elke coronadood is zielig en dat moet dan gedaan worden. Dus er is een enorme druk om wat te doen. Nou, ja. Dat komt bij het kabinet terecht. Nou, wie zie ik als slachtoffer? ZZP'ers. Nou, die zijn niet vertegenwoordigd. Of tenminste nauwelijks. Nou, het interessante was, als je het volledige verhaal vertelt, Kees. Ik vond de Nederlandse overheid aanvankelijk vrij terughoudend, ook om daarin mee te gaan. Ja. Dus de scholen zouden open blijven. Men wilde nog niet naar een lockdown toe. Dus maar ze zaten een beetje op jouw lijn. Ja, nee, zeker. Maar dat toen zag je gebeuren dat er protest kwam uit de samenleving. In Spanje doen ze dit ook. Dus ja. Dit moeten wij ook doen. Het is heel erg het conflict tussen korte termijn iets oplossen. En dan zien we wel waar het lange termijn schip strandt. Maar mijn punt is in de besluitvorming, in de politiek. Als natuurlijk als waar twee hele grote groepen A willen en je hoort voor de rest geen B of C. Ja, wat doet de politicus dan? Nee, maar dan is het ook politieke zelfmoord. Ik bedoel, ik zie het zelfs in Brazilië, hè, waar de president eigenlijk min of meer moet capituleren. Omdat de grote groep die getroffen wordt door die maatregelen niet aan tafel zit. Ja, gaan die maatregelen gewoon door. Hè. Dus wat er moet gebeuren is dat ASAP... de ZZP'ers, het midden- en kleinbedrijf en het bedrijfsleven zich bundelen en gaan zeggen, ja jongens, wij snappen dat de medici voor de zwakken zijn. We get it. Hè? Maar we moeten een balans gaan... Laten we eens kijken of we dat kunnen verschuiven van 100% zorg, 0% economie, wat het nu is, naar minder zorg en meer economie. En maar de media, die spelen in dit geval natuurlijk ook een rol. Want je kunt natuurlijk, het is nou, ik geloof dat we in Nederland 20 zenders hebben. Nou, 20 keer 20, 20 keer 24 uur per dag. Het is continu dit thema. Over kleine, sterke verhalen. Ja, weet je wel. Het is de druk. Hè? Ja, wanneer gaat zo'n kabinet zeggen, ja, dat kan al wel zo zijn, artsen en media. Maar wij gaan toch eens om ons heen kijken. Hè? Want nu, Ad, als jij nou je vinger opsteekt, hè, zo van, ik wil wat gaan zeggen... bejaardenmoordenaar. Ja, daarom. Ik heb nog niks gezegd, hè? Tekort, bejaardenmoordenaar. Ik heb nou wel wat gezegd, natuurlijk. Ik ben natuurlijk een bejaardenmoordenaar. Ja, dus je moet natuurlijk wel... Hè, als stel je voor dat je een bedrijf hebt... en je zegt, jongens, kan er ook een ontslag worden? Nou, laten we zeggen, de publieke opinie staat in standje... bejaardenmoordenaar, nu nog, hè? Omdat nog niet helemaal duidelijk is... wat de consequenties voor het publiek gaan zijn. Die natuurlijk per dag groter worden. Maar wie gaan de eerste zijn die zeggen... kan er ook iets meer aan ons gedacht worden... in het proces van afweging tussen belangen. Ja, maar dat is natuurlijk ook in die zin een ommekeer... dat we natuurlijk de afgelopen decennia... dat we de afgelopen decennia eigenlijk ook met elkaar... de hele wereld... je zou kunnen zeggen een levensvorm hebben opgetuigd... waarin het comfort vrij groot was. Ja. Waarin, zeker in de westerse landen, wanneer je ziek was... dat je... eigenlijk optimale zorg krijgt. Ja. Waarin ook bij, zelfs bij ongeneeslijke ziekten... we toch heel lang hebben geïnvesteerd... in nog extra behandeling om dat levenseinde te rekken. De socioloog Castells het ook al zegt... in het medisch-industrieel complex... wordt een eindeloze strijd tegen het einde gevoerd. Ja, maar altijd dat... Kijk, in de tijd... Dus die, volgens die gedachtegang. Dus je hebt ook recht op die... dat is het hele erge perceptie. Recht op die optimale behandeling. Sterker nog, ik denk dat een deel van onze rouwverwerking... verloopt volgens een proces waarin wij zeggen... van, nou, we hebben er alles aan gedaan. Ja. Er is echt, we hebben alles geprobeerd. Alles is uit de kast. Ja, het was misschien maar 10% kans... maar we hebben het gedaan. Ja. En nu zitten we op een punt dat we geconfronteerd worden... eigenlijk met een virus wat vooral de ouderen en de zwakken treft. Maar nu op zo'n schaal dat we... Nou, ja. Dat we ons eigenlijk niet dat proces kunnen permitteren. Nou ja, we kunnen... dat kan wel, maar dan moeten we dus zorgen dat die IC-capaciteit voldoende... Nou, mijn punt is eigenlijk ook nog...
We worden geregeerd door de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer zegt, dat is mijn punt een beetje, wij vinden het toch belangrijk dat die zorg prioriteit 1 blijft houden. En wij accepteren, we denken na over de consequenties, en die accepteren we ook, heb ik er geen moeite mee, democratisch besluit. Maar nou, de zorg heeft prioriteit en de economische grond wordt een beetje bijgefrommeld. Er is niet echt discussie over wat de afweging is geweest. Hè? De zorg, dat is gewoon duidelijk. Maar ik heb zelf het gevoel, Kees, dat we op dit moment nog nauwelijks denken aan de economische consequenties. Nee, omdat het is early days, hè? Wat we net al zeiden. Ja. Geen 3 weken geleden zaten we hier en was er eigenlijk heel weinig aan de hand. Ja. En nu, als je nou gaat kijken van wie hebben er geen geld, wie staan er op te keepen, waar zijn de problemen? Ja, die lijst wordt echt per dag groter. Dus ik ben heel erg benieuwd, als we over een maand zitten, en dan weet ik, dan kun je zeggen, nou, dan gaan er nog steeds mensen dood aan het coronavirus. Ja, dan worden de economische en zorgconsequenties, die gaan toch in een strak tempo duidelijker worden. He, dan gaan heel veel mensen gaan toch denken, als er niet heel snel iets anders gebeurt, ja, weet je wel, dan ga ik ook heel erg geraakt worden. En dus wanneer, en dat is een beetje mijn punt, is wanneer gaat er onrust ontstaan bij het grote publiek, of bij het bedrijfsleven, bij ZZP'ers, om te zeggen, jongens, we worden gewoon geslacht. Het wordt over ons heen gerold. Wij zitten niet aan tafel. Wij willen ook mee besluiten over die afweging tussen economie en zorg. Ja, zeker. Maar het is denk ik ook een enorm dilemma, want die MKB'er en die ZZP'er, die heeft ook een moeder en een vader. Die wordt nu voor de keuze gesteld van of we gaan weer allemaal. Kijk, het gaat erom dat je het sentiment begrijpt waardoor dit tot stand komt. Het kan best zo zijn dat we hiermee doorgaan tot het moment dat het water ons aan de lippen staat. Dus dat we op dit moment nog niet goed overzien wat de enorme economische prijs is, maar misschien ook geopolitieke, de spanningen binnen Europa. Dat is allemaal, en we hebben het nou over Nederland, een soort microcosmos. En die spanningen in Europa, die komen er gewoon nog bij. En dan moet je nog echt, kijk, dan moet je nog als het ware vooruit kijken. Maar bedenken wat het betekent voor midden- en kleinbedrijf, voor de sector die mensen met elkaar in contact brengt. Ja, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Dan hoef je niet nog 4 weken te wachten. Kijk, dat verhaal over de euro en nieuwe formatie in de wereldeconomie. Dat hangt er allemaal aan. Dat gaat allemaal een tijdje duren. Maar werkloosheid, inkomens, faillissementen, dat ligt echt op. Dat is gewoon iedere dag, dat gaat zich nou ontwikkelen rondom je heen. Het lange termijn verhaal, het korte termijn is gewoon wat zijn we godsnaam aan het doen. Het langere termijn verhaal is hoe gaan we om met onze omgeving. Daar hoef je nog niet over na te denken. Dat komt eerst maar eens keer. We leven nu. We hebben nu bij spreken allerlei problemen. Die worden per dag groter. Ik kan gewoon niet begrijpen dat daar niet veel meer... Ik kan niet begrijpen dat er niet extreem veel meer belangstelling voor is. Dat probeert eens een beetje in kaart te brengen. Over welke getallen praten we eigenlijk? Hoeveel ZZP'ers hebben geen geld? Wat gaat er gebeuren met de werkloosheid? Hoeveel faillissementen gaan er komen? Nee, maar volgens mij is een van de waar we het nu over hebben, een van de redenen waarom dus het toch relatief rustig blijft, is omdat iedereen ergens vanuit die gewoontes die we hebben ontwikkeld de afgelopen decennia zegt, ja, maar nou staat er toch wel echt iets zoveel op het spel, daar moet alles voor wijken. Ja, maar mijn punt is ook... En dat is mijn eigen moeder en dat is mijn... Ja, maar daarom begon ik over die IC-sterftecijfers. Ja, want dat is gewoon bekend. Maar Ad... Ja, maar ik vind het ook terecht dat je het inbrengt. Dat is een gesprek dat we moeten voeren. Weet je wel, 80%, we doen alles om die mensen op die zee te krijgen. Want dat vinden wij beschaving, hè, als Nederland. Dat hebben we graag. Maar 80% overlijdt. Ja, het is niet zo dat een paar mensen doodgaan en dat de rest na verloop van tijd weer fris en vrolijk door de tuin handelt. Nee, 80% gaat daar dood. En die andere 20, nou, die hebben het ook niet prettig. Weet je wel, het is niet zo dat oma gewoon rust naar het einde begeleid wordt. Nee, dit is het scenario. Dat is wel vrij dramatisch hoor, vond ik zelf toen ik het... Dat is het ook. Maar als ik jouw gedachtegang volg, hè, en ik zeg niet dat die onredelijk is, maar als ik jouw gedachtegang volg, dan komen we ongeveer op het volgende uit. Jij zegt, jongens, we geven het... toch weer vrij. Misschien niet alles, maar voor een aanzienlijk deel. Massa-evenement doen we misschien even niet, maar scholen gaan weer beginnen.
We zorgen dat in cafés dat die ook weer open kunnen gaan. Of eetenten, maar wel met een maximaal aantal bezoekers. Minder tafeltjes. Ja, minder tafeltjes. Ja. Maar we scheppen wat lucht. Ja. Dat daar in ieder geval weer bedrijvigheid ontstaat. We weten dat daardoor het virus zich sneller gaat verspreiden. Dat accepteren we. We zien ook dat degene die daardoor getroffen worden, dat een zeer bepaalde groep is. Die groep gaan we misschien extra afschermen. Dat hadden we al lang moeten doen natuurlijk. Dat hadden we misschien al lang moeten doen. Die groep gaan we afschermen. Voor de rest, als dat betekent dat er meer mensen besmet raken, dan aanvaarden we dat in die zin. Dat je zegt, het is net als bij een zware griepgolf. Die conditie van die mensen is van die aard. Dat de kans op sterfte binnen nu en 5 jaar sowieso hoger is. Dat is toch? Wat? Nee? Ja, over die 5 jaar hebben we het niet eens gehad, hè? Want het zijn allemaal oude mensen. Nou ja, goed. Dus als je nou heel technisch praat over een levensverlenging, die is sowieso al niet heel lang, hè? Kijk. Nee, maar daarom geef ik even die termijn. Ik probeer het een beetje dus op een rij te krijgen. Dus jij zegt van nou, dat als samenleving, en waarom doen we dat? We moeten eigenlijk min of meer zoals met de griep omgaan. Min of meer zoals met de griep omgaan. Misschien zal het ons meer doden kosten, maar en betekent ook dat je niet meer al die mensen naar de IC brengt. Want dan kunnen ze op een humanere wijze overlijden. Buiten het IC kun je ook doodgaan. Dat zou jouw nieuwe verhaal worden. Ja. Waar mogelijk. Hè? Dus als we zeggen, iedereen die onder de 60 is, die gaat naar die zee, want die blijft leven. Daar is, dat heeft echt, dat heeft zin. Ja. En er nog plaats over zijn, voor de kwetsbaren. En ja, op tijd een beetje nadenken van, ook als kwetsbare wil ik die IC-molen in, met een overlevingskans van 20% en nog meer problemen. Nee. Kijk, je kunt bijspreken aan mensen vragen van, op tijd, als je kwetsbaar bent, want dat is nou al duidelijk aan het worden, denk daar nou eens even over na, voor het geval het nodig is. Ja. Nou ja, misschien is ook wel een vraagstuk voor de toekomst, want ja. We leven in een vergrijzende samenleving. Obesitas is wereldwijd de volksziekte nummer 1. We zien ook dat daarmee gepaardgaande aandoeningen zoals suikerziekte, dat die ook een heel belangrijk aandeel hebben in de mortaliteit rond dit virus, maar ook rond griep. Dus op een bepaalde manier zeg je, we zitten nu in een samenleving die en vergrijst en waar we delen van de bevolking, zeker ook oudere bevolking, met aandoeningen zit, medicijngebruik enzovoort. Het wachten is misschien wel op de volgende. Nou ja, hoe gaan wij daar met dat gegeven om? We kunnen ook gaan zeggen, we bouwen gewoon 3000 IC-bedden erbij. Hè, voor het geval dat. Nou, dat is misschien ook wel een van de conclusies die getrokken zullen worden voor de toekomst. Nou ja. Ja, maar laten we zo zeggen. In Duitsland hebben ze 28.000 IC's. Maar goed, ja. Dus dat kan. Hè? Maar dat is allemaal vrij prijs hoor, een IC-bed. Maar goed, weet je wel. Dus we moeten al bezuinigen. We gaan economische denken in als het er even doorgaat. Dus een aantal dingen kunnen niet meer. De zorg gaat veel meer geld krijgen, want dat vinden we allemaal belangrijk. Ja, linksom of rechtsom, maar moet ergens betaald van worden. Ja. Wat ook nog weer echt ongehoord fascinerend is natuurlijk, weet je wel. Nou is iedereen aan het roepen, waarom hebben we niet meer IC-bedden? Oké, maar als de ziekenverzekeraars de premie met een tientje per maand verhogen, dan is Nederland te klein. Want het is elk jaar de rituele dans, een hoop opwinning overal van de ziekenpremies gaan een tientje per maand omhoog. Dat moeten we willen met elkaar. Maar in die zin wordt eigenlijk de discussie die we natuurlijk sowieso met elkaar dienen te voeren, namelijk over het leven zijnde. Hoeveel investeren we in onze gezondheidszorg in de laatste 2 jaar? Ja, dat is al bekend natuurlijk. Dat gaat niet over een miljard. Het gaat ook niet over een miljard. Dat gaat over heel wat meer. Dit is natuurlijk echt een filosofisch vraagstuk rond het leven zijnde van een samenleving. Van, investeer je in aan het begin onderwijs, kwaliteit, leraarschap, noem maar op. Of investeer je aan het einde. En natuurlijk moet je een hele goede zorg hebben. Alleen kun je wel afvragen wat dit gaat doen. En in die zin worden we nu ergens ook geconfronteerd met de grenzen van de maakbaarheid. Mijn punt is heel vaak, we willen iets, maar dat kan. Maar we willen niet nadenken over de consequenties. We willen het nu hebben. Dat gaan we regelen. En dan zien we wel een keer
wat de consequenties zijn. He, daar zijn we natuurlijk heel makkelijk in. Dat is natuurlijk nou ook gebeurd met... Ja, met nou, daar hadden we het net over. En dat is ook met het, dat die balans zoeken tussen zorg en economie. Zorg prioriteit 1. En misschien wel. Ja, weet je, dat mag, ja, dat was tante Jo uit Almere mag dat vinden. Dat vind ik prima. Maar laten we zeggen, als beleidsmaker en als regering moet je toch ook denken van, nou, weet je wel, wij zijn misschien voor 2 jaar aan de man, maar daarna gaan we toch, Nederland leven, we bestaan nog langer dan een paar jaar. Hè? Dus dat moet ook ingebracht worden door allerlei mensen. En ja, dan moet je ook zeggen, en het parlement ook, je moet gewoon duidelijk maken wat als ze ergens voor kiezen, dat kan. Dat je ook weet wat de consequenties zijn. Dat je dat niet als ware wegwuift van, dat zien we dan wel weer. Als jij zegt van, nou, zorg 1, dat is je goed recht, dat mag als parlement zeggen, maar miljoen werklozen, 40.000 faillissementen, 40.000 psychiaters extra nodig voor de stress, dan weet je tenminste wat je verkiest. Ja, maar dan wordt die keuze, dan wordt het moeilijk. Hè? Dus iedereen, hè? Dus alles wat een beetje vervelend is, dat doen we niet. Nee, alleen de leuke dingen. Hè? De mensen helpen, dat doen we allemaal graag. Ja, ik denk dat het hetzelfde is, net als met kiespijn. Hè? Wanneer je op een gegeven moment erge kiespijn hebt, dan kun je bijna niks anders meer denken. Dus je raakt bevangen. Ja. En dat je als die kiespijn maar verlost wordt. En dan ga je naar de tandarts en dan ben je het soms ook weer heel snel kwijt. Maar dat is natuurlijk ook met angst die je met elkaar eigenlijk hebt rond zo'n ziekte. Ja, maar angst had, weet je wel. Die kan dus ook de blik vernauwen. Ja. Hè? Waardoor je dus gemeenschappelijk eigenlijk vooral zegt, dit moet opgelost. We moeten zorgen, we moeten beschermd worden. En als je gewoon dus kijkt, die reflex is heel belangrijk. Maar als je gewoon kijkt naar, weet je wel, er is er een soort massapsychose gecreëerd. Weet je wel, als je dat mensen helemaal bang zijn om in de buurt te komen. Ja. Het is volkomen duidelijk, en dat had natuurlijk al een miljoen keer verteld moeten worden. Heel veel mensen krijgen het. Ja. Maar nu wordt indruk gewekt, niet gezegd, dat als je het krijgt, dat je geliefde gedag kan zeggen, dat je een testament kan maken, want jij gaat het gewoon niet lang meer maken. Het is heel erg dodelijk. Maar de realiteit is dat het ontzettend niet dodelijk is. De grote bulk weet het niet eens. Ja. Een heel groot percentage is 1-2 dagen beroerd. Een klein percentage wordt behoorlijk ziek. Een nog kleiner percentage wordt erg ziek. En een nog kleiner percentage komt op de intensive care. En als je onder de 60 bent, heb je sowieso. Dus waarom al die paniek en die nervositeit voor iets wat, hè, wat is heel, dat is al voorkomen duidelijk, wat een hele kleine groep serieus moet nemen. Maar zou het dan die ophef die er wereldwijd over ontstaat, naast het feit dat het aanstekelijk werkt en dat er groepsdenken opkomt en noem maar op, maar zou het dan ook kunnen zijn dat het tempo is, dat wat je zweef al zei, dat we eigenlijk niet gewend zijn dat er in één klap dus zo massaal dat daardoor een vertekend beeld is ontstaan? Maar ook, weet je wel. Want in feite zeg je, want er is een vertekend beeld ontstaan. Ja, en de vraag is, kunnen we begrijpen waardoor dat, en dat is niet meer louter een virologische kwestie, nee, dat is een maatschappelijk culturele kwestie. Ja. Het heeft te maken met allerlei factoren, er zit ook een massapsychologie zit daarin. Ja, maar zou het tempo van die verspreiding, waardoor je in één keer dus zoveel zieken hebt die naar de IC moeten, dat schrik-effect hebben? Dat kun je ook gewoon in context plaatsen. Hè? Maar als je natuurlijk, kijk, weet je, ik heb veel tijd. En ik ben niet nieuwsgierig, dan vind ik leuk om dat weer uit te zoeken. Ik zie een beetje te klungelen. Ja, er wordt nu ontzaglijk veel over gepubliceerd. Er zijn heel veel mensen mee bezig. Dan heb je een beeld dat het allemaal niet leuk is voor die hele kleine groep. En voor de rest maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar als je natuurlijk alleen naar Nederlands tv kijkt, dan is arme Gerdon is dichtbij. Want het gaat van 's morgens 7 tot 's avonds 12 of 12 zenders alleen maar over al die problemen. Ja, als je gewoon thuis zit, wat moet je dan denken? Dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan om te denken van, nou, ik ga zelf ook, dat lijkt me allemaal stug. Weet je wel, dat ga ik zelf eens uitzoeken. Dat doen gewoon niet veel mensen. Dus er ontstaat een soort sfeer, weet je wel. Ja, dit is al heel erg. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Hoe moet het verder? Ja, als je gewoon in de tijd kijkt en in vergelijking met andere griepgolven, dan valt het allemaal heel erg mee. Dat mensen nou elkaar gaan aanspreken op die afstand. Jongen, weet je, jij gaat het niet krijgen, want je hebt helemaal niks aan de hand. We zitten nu in de situatie waarin de verlenging is afgekondigd. Ja, eind april. Dus ik stel voor dat wij begin mei weer maar eens een gesprek hebben, Kees. Nou, het alleen over Nederland gaat. Maar probeer je eens voor te stellen. Wij zijn rijk, we hebben een vangnet.
Maar in India hebben ze ook een lockdown bedacht. 1,3 miljard mensen, weet je wel. Wat bezielt die gozer? Ja. Wat je nou ziet gebeuren, wat je nu ziet gebeuren, is dat er een hele grote internationale verarming gaat plaatsvinden. Want we leven, als je gewoon niks meer mag, en die productie- en distributieketens worden verstoord en de handel wordt verstoord. Kijk, wij kunnen het wel dragen, want wij zijn schatrijk. Maar een heleboel landen, die zijn net een beetje van de bodem af aan het komen. Hè? Die beginnen wat rijker te worden, wat initiatief. Die gaan gewoon terug naar afwanden. Dat is het erg. Wij worden gewoon wat minder rijk. Dat is wel vervelend natuurlijk. Maar zou het ook niet kunnen, hè? Daarom zeg ik denk dat we dit maar moeten blijven volgen, ook wij met z'n tweeën. Dat er toch een soort bewustzijn doorbreekt. Juist ook op het moment dat grote golven aankomen. Dat het met die mortaliteit uiteindelijk... Hè, bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk als je daar je geliefde door verliest of je vader of moeder. Maar vanuit de hele populatie bezien, dat het misschien uiteindelijk meer meevalt dan we dachten. Dat we dat gaandeweg dus dit jaar gaan ontdekken. Ja, maar de vraag is, hoeveel is er in de tussentijd kapot gegaan? Ja. Kijk, hè, jouw verhaal dat we misschien in de loop van de tijd anders over dood en sterven gaan nadenken, dat is natuurlijk gaat een langdurig proces worden. Maar de economie. Maar ik zie die domino ook, hè? Dus de economie en de banken en de euro, dat is niet helemaal nu, maar dat gaat wel vrij snel. Ja. Hè, dus dat wil zeggen, de zorg, maatschappelijke, financiële realiteit gaat nu heel veel sneller en is veel, veel negatiever dan jouw verhaal, de psychologische mentaliteit ten aanzien van doodgaan. Ja. Kijk, dan zijn we straks als het ware oké met de dood, maar zijn we straatarm. Ja. Met alle, hè? En wat, ja, maar jij zegt dus eigenlijk nu, de urgentie is nu. Er moet eigenlijk wereldwijd eigenlijk een mentaliteitsomslag komen. Nee, we moeten gewoon stoppen met die bewegingsbeproeving. Nou ja, dat kan alleen wanneer we er dus anders tegenaan gaan kijken. Nee, je moet gewoon zeggen, als je verantwoordelijke minister bent of president, jullie mogen de straat op. Ja, ja. Maar dat heeft niks met mentaliteit te maken. Dat is gewoon een kwestie. Natuurlijk wel, want dat betekent ook dat je een bevolking moet hebben die dat, nou, dat accepteert. De volken mag altijd thuis blijven, hoor. Het feit nu mogen op een aantal plaatsen naar buiten. En dat wordt nog gehandhaafd ook. Nou, je kunt toch zeggen, ga je gang maar. En als jij het niet durft of niet wil, be my guest. Je kunt iemand niet verplichten naar buiten te gaan. Je kunt er wel... Hè? Nee, oké, maar dan kom je natuurlijk in de situatie dat mensen je gaan verwijten, dat je aan een gevaar wordt blootgesteld en dat jij naar je werk moet omdat je anders geen brood hebt. Nou, nee, maar dat is mijn punt met gevaar. Als je gewoon kijkt naar laten we zeggen, de karakteristieken van dat coronavirus. Ja, nee, maar dat is bewustzijn. En we hebben 12 zenders, 24 uur per dag. En we hebben, god weet hoeveel kranten. Kunnen die nou niet gewoon eens keer wat data, zulke kop in de krant zetten van, hè, zoveel mensen hebben het, zoveel mensen hebben niks. Deze kleine groep, die gaan we gewoon helemaal apart zetten, want die zijn kwetsbaar. En dan gaan we... Dus niet meer naar opa toe die overricht heeft. Gewoon even met rust laten. Opa gaat een minder prettige tijd tegemoet. Tot het een beetje overgewaaid is, dan gaan we verder kijken. Nou, laten we hopen dat we in ieder geval die cijfers, dat we die helder krijgen op korte termijn. Want dat er veel op spel staat, is wel helder. Ja, dat is wel duidelijk, ja. Meer dan doodgaan. Hey, dankjewel. Oké, graag gedaan.